Welkom bij dit filmpje over een stukje uit het eindexamen pensum voor 2024 voor Grieks. We zijn aan het lezen in de Gorgias en Socrates heeft het over wat er gebeurt na de dood. Je ziel is dan zichtbaar voor de rechters en als je misdaden hebt begaan die niet heel erg zijn, dan kun je door middel van straf en pijn van die littekens afkomen en beter worden. Maar er is natuurlijk ook een groep met misdaden die wel heel erg zijn. En daar gaat het in dit stukje over. En daarna wordt verwezen met hoi de. In het vorige stukje zat de men die hierbij hoort. En hoi de kan je hier vertalen met degene die. En die am die hierna komt, die wijst naar de conjunctivus generalis die er aankomt, of die er aankomen, want het zijn er twee, namelijk adikesosi en genontai. Dan is ta eschata is het leidend voorwerp bij adikesosi. En het betekent de ergste, het is een superlativus. En je mag daarbij aanvullen misdaden. Adikesosi betekent onrecht begaan en in dit geval misdaden begaan. Dus je kan het gewoon vertalen met begaan. Het is een genitivus, generalis conjunctivus en een auristus. Dus dan heb je degene die de ergste misdaden of de ergste hebben begaan. Kai en dia ta toyauta adikemata, dat hoort helemaal bij elkaar, en door dergelijke misdaden, de ergste dus, aniatoi, ongeneeslijk betekent dat, en het is hier naamwoordelijk deel, genointa, dat is de tweede conjunctivus generalis, zijn geworden van gignomai. Dus in de vorige tekst ging het over te genezen misstappen. Dus dit is duidelijk de andere groep. Ek hoort bij toetoon. Uit hen. Dus uit de groep van de mensen met de ongeneeslijke misdaden. Ta paradigmata. De voorbeelden. Gignetai. En hier zie je dat het onderwerp onzijdig meervoud is en de persoonsvorm enkelvoud is ontstaan. Dus uit hen ontstaan de voorbeelden. Kai, hutoi, autoi en zij zelf. Uketi en daar hoort de ontkenning uden ook bij. Hier heb je twee ontkenningen en de laatste is samengesteld en dan versterken ze elkaar. Dus dan vertaal je helemaal geen puntje puntje meer, want oekete is niet meer. En oninantai, de persoonsvorm, betekent voordeel hebben. Dus zij hebben zelf helemaal geen voordeel meer. En dus ze gaan wel gestraft worden, maar ze kunnen niet meer beter worden. En dan staat daarachter een participium constructie met haten. Haten met participium is een objectieve reden. Dat betekent omdat. Feitelijk is dat gewoon nu eenmaal zo, vindt Socrates dus. Aniatoi, ongeneeslijk, ontes. Dat is het participium, omdat ze ongeneeslijk zijn. En dus ze kunnen echt niet meer beter worden. Alloi de, en deze de komt bij die men van hutoi autoi men vandaan. Dus zij zelf niet meer. Alloi de, maar anderen. Oninantai, weer dezelfde persoonsvorm, hebben voordeel. Hoi hoort bij horontes, is een gesubstantiveerd participium. Degenen die zien, dus dit is een beschrijving van wie dan die anderen zijn. En na horontes van horao komt een acp. En dan is toetoes gelijk die a.
dat zij dia tas hamartias door hun fouten ta magista de grootste kai odunerotata, ook weer een superlativus, en pijnlijkste kai foberotata, weer een superlativus, een meest angstaanjagende pathe, dat is het naamwoord waar al die superlativi bij horen, smarten. Pas gontas, en dat congrueert met die tutus, dit is de P van de ACP, dat zij door hun fouten al die verschrikkelijke smarten ondergaan. En dan staat er ook nog een accusativus van tijdsduur bij, namelijk ton aei chronon, gedurende de tijd altijd, staat er letterlijk. En dat is de hele eeuwigheid. Atechnos, een bijwoordje, zonder meer of eenvoudig. Paradigmata. Dit mag je predicatief vertalen, dus dan kan je het woordje als toevoegen, als voorbeelden. Anertemenus, participium, participium perfectum passief, van anartao, ophangen. En dit congrueert met dat tutus van net. Perfectum geeft resultaat aan, dus je mag dit vertalen met hangend of opgehangen. Ekei, daar. En haidu, die gekke constructie die we al eerder hebben gezien, in het huis van Hades, waarbij het huis is weggelaten. Dus je mag hier vertalen in de Hades. En toi desmoterioi, in de gevangenis, dat is natuurlijk de Tartaros. Tois, dit is een dativus meervoud en die hoort bij het participium afic noumenois. Ook hier weer een gesubstantiveerd participium voor degenen die arriveren. Ai, altijd. Je kan daar aanvullen. En dat altijd geeft aan dat het natuurlijk een continue stroom van verse doden is die aankomen. En dat is wel van een specifieke groep, namelijk toon adikoon, bijvoeglijke bepaling bij afik noumenois, van de onrechtvaardigen. Dus dit is de groep die in de Hades komt en misdaden heeft begaan. Dit zijn de alloi de van eerder. En ze hangen daar dus als voorbeelden voor deze groep. En dan heb je nog wat predicatiefs, namelijk theamata kai nuthem themata, als schouwspelen en waarschuwingen. En dan zegt hij hoon van hen, dit is een betrekkelijk voornaamwoord, ego femi, zeg ik. En dan staat er henna. En henna is de accusativus van hijs. En dat is het telwoord 1. En dit is de A van de ACI. Die komt na femi. Dus dat 1. Kai ook. Argelaon. En dit is dan ook een accusativus in de ACI. Dit is de subjectsaccusativus. En dat henna is de objectsaccusativus. En die worden verbonden door de infinitivus esestai, infinitivus futurum, dus de infinitivus van de ACI, futurum van eimi. Dus en van hen, dus die groep met die ongeneeslijke misdaden, zeg ik dat Argelaos er ook één zal zijn. Nou, die Argelaos die komt voor ons een beetje uit de lucht vallen. Maar die is eerder in de Gorgias al wel genoemd. Er was een andere deelnemer aan het gesprek, Polos, en die had het over Argelaos, die zei
dat is nou een gelukkig persoon, want hij is rijk en machtig geworden door moord en doodslag en niemand heeft hem tegengehouden. Maar Socrates zegt dus dat deze man na zijn dood in de Tartaros gevangen zal worden. Ei, als, alethe, ware dingen, legei, hij zegt, en die hij is dus polos, die gesprekspartner dus. En Socrates gebruikt hier heel goed zijn eigen woorden tegen hem. Kai, Alon en een ander, en dus niet alleen Archelaos zal zo'n voorbeeld worden, maar en een ander, en dan heb je hier weer een betrekkelijke bijzin met hostis, dat is een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord, wie ook maar, en dan heb je die an, die geeft weer een conjunctivus generalis aan. Dat is ei, hier een stukje verderop. Wie ook maar een toyutos tyrannos, een dergelijke tiran, is. Oimai de, en ik denk, kai, ook. En er komt weer een ACI achteraan. Dus dan mag je beginnen met dat. En dan is tous pollus de A van die ACI. En ik denk ook dat de meesten. En dan heb je einai, dat is de i van de ACI, maar die hoort een stuk verderop bij gegonotas, het participium perfectum van gignomai. En deze combinatie, einai gegonotas, is een omschrijving van de infinitief van het perfectum. Dus die mag je samen vertalen als zijn voortgekomen. Dus, en ik denk ook dat de meesten zijn voortgekomen. Toetoontoon paradigmatoon van deze voorbeelden. Het is een bijvoeglijke bepaling bij tous pollus. Dus de meeste van deze voorbeelden zijn voortgekomen. Ek. En die gaat bij tyrannon, kai basileon, kai dynaston. Uit tirannen en koningen en machthebbers. Mooie tricolon en polysyndeton. Kai en dan heb je taton polion. Dat is het leidend voorwerp van praxantoon. En dat ta zorgt ervoor dat toon poleon gesubstantiveerd wordt. Ta is onzijdig meervoud, de dingen toon poleon van de steden. En daarmee wordt bedoeld de zaken van de steden. En daarmee wordt bedoeld het bestuur over de steden. En dit is dus het leidend voorwerp bij praxantoon. Praxantoon congrueert met tyrannoon, basileon, dynastoon. Participium auristus van prato. En prato betekent doen. Maar in dit geval kan je het mooier vertalen met voeren of behartigen. Want dat is wat je doet met bestuur over de steden. Dus de tyrannen en koningen en machthebbers, die praxantoon, die hebben gevoerd het bestuur over de steden. En dan gaat hij dat nog even uitleggen. Waarom nou precies die groep? Hutoi gar, want zij, dia ten exousian, door hun macht, Megista kai anosiotata hamartemata, de grootste, weer superlatives, en anosiotata en meest goddeloze, ook superlatives, hamartemata, misdaden, fouten.
En dan het werkwoord met dezelfde stam als hamartemata, hamartanusi. Zij begaan, want zij begaan door hun macht de grootste en meest goddeloze fouten. En dit wordt in het presens gezegd, want, vindt Socrates, het is nu eenmaal zo. Door veel macht ga je veel misdaden begaan, want hoe meer macht, hoe minder tegenspraak. Dus hoe groter je macht op aarde, hoe groter de kans dat je ongeneeslijke misdaden begaat en gestraft zult worden in de Hades. Tot zover dit filmpje.